Hoe kijkt u naar de groeicijfers van het CBS van vanmorgen? We hebben over het derde kwartaal van het jaar 2015 een groei gehad van 0,1%. Dat valt mij niet mee. Ik had graag die groei wat hoger gezien. Wij komen dit jaar in de richting van de 2% per jaar. En daar had dit derde kwartaal een betere bijdrage aan kunnen leveren. Dus het is alle aanleiding voor ons om flink te blijven werken. Vooral te zorgen dat we de kansen op de wereldmarkt, als die er zijn, en die zijn er, goed benutten. Daarom dat het kabinet ook van plan is om door te gaan met wat we afgelopen 2 jaar hebben gedaan. Namelijk tientallen, in totaal zo'n 60 handelsmissies naar alle landen in de wereld die van belang zijn voor Nederland. Baat het u ook zorgen als u kijkt naar de lange termijn? Nee, we hebben over de afgelopen 12 maanden hebben we toch nog een economische groei gehad in totaliteit van 1,9%. Ondanks de tegenvallen als gevolg van minder aardgaswinning van ongeveer 0,5%. Dus daar ben ik op zichzelf positief over. Maar 2% dit jaar en 2,5% volgend jaar, wat toch eigenlijk iets is wat we willen bereiken. Daar heeft het derde kwartaal 2015 niet de door mij gewenste bijdrage aan geleverd. Dus ik kan niet tevreden zijn over die 0,1%. We zullen er hard aan moeten blijven trekken.